Meertaligheid blijft een belangrijke factor binnen onze maatschappij. Binnen onze bacheloropleiding toegepast taalkunde heb je dan ook keuze tussen veel talen, zoals Frans, als Spaans, als Italiaans, maar ook Pools, Russisch of Vlaamse gebarentaal op academisch niveau. We weten allemaal dat ChatGPT ongelooflijk goede teksten kan schrijven. Het interessante is bij ons ook dat we in de lessen echt gaan vergelijken tussen wat zegt ChatGPT en wat hebben wij zelf geschreven, om dan toch hier en daar te zien dat ChatGPT niet altijd gelijk heeft. Taal is dynamisch, taal verandert en taal verandert ook ons denken. Dus wanneer er in de maatschappij dingen veranderen, zal de taal mee veranderen. Je kan op Erasmus gaan, ik ben vooral zelf naar Engeland geweest. Je ontdekt eigenlijk ook een beetje jezelf gaandeweg.